Formatievlog 20, klopt dat? Formatievlog 21. Nee. 20. Wie had dat ooit gedacht, wow, hè? Strak in het pak. Mooi. Ja. 20. Oh, 20. Ja, goed, zit Krijn naast. Wij hebben het erg naar ons zin onderling. NOS. Zo. Wat een decor werken wij, hè. Schitterend. Je moet dan je das iets strakker. Ja, misschien kan je hem een beetje echt zo eruit. Nee, dat komt een soort... Goochelen. Eenmalige actie. Je wist niet dat het zo populair zou worden? Dat we de 25 ook nog wel halen. Nee. Ja, makkelijk. Tuurlijk. Dan gaan we in smoking. Ja, dat is wel grappig. Dit is voor het eerst dat het vlog het gewone journaal heeft gehaald. Luister naar informateur Gerrit Salm gisteravond tegen de makers van het NOS Formatievlog. Eind vorige week en begin deze week waren ze natuurlijk heel erg optimistisch. Zo. Iedereen dacht, nou, dit gaat lekker. Ja, komt helemaal goed. Op veel terreinen boeken we voortgang. We hebben echt een goede week gehad. Er worden vorderingen gemaakt, horen we. Ja, dat heeft u goed begrepen. Het gaat goed en dat is belangrijk, maar we hebben nog veel te doen. Ja, ik geloof dat ik het minst optimistisch was, maar ik vond mezelf toch al behoorlijk optimistisch. Ik kan nagaan hoe de rest is. En door. Tot het moment dat het AD een lek had. Het leuke van de vlog is dat het ook wat informeler voelt. Kijk eens wie er aankomt. De leider van Democraten 66. Onder de paraplu. Het regent niet, maar het lekt wel. Het lekt wel, maar het lekt. Niveau neemt wel toe als die vullings er niet bij is. Jan Hoedeman is natuurlijk de man die het boven tafel heeft gekregen. Jan Hoedeman en Tobias den Hartog. Wie is nou Jan Hoedeman? Laten we heel even kijken. Goeie broek, man. Au. Jan. En volgens mij is ook een beetje de methode Hoedeman. Hij is echt namelijk heel aardig. Volgens mij denkt iedereen, dat is mijn vriend. Dus wij moeten wat aardiger gaan doen. Ja, je moet eens een keer wat aardiger doen. Best simpel eigenlijk. Ja. We wilden natuurlijk Jan Hoedeman in het vlog hebben. Maar toen ik hem daar gisteren over belde van wil je in het formaatsvlog, was hij zeer vereerd. Maar weet je wat hij toen aan het doen was? Vissen. Met Ankie Broekers-Knol. Onze favoriet. Ja. U bent met Jan Hoedeman deze vissen? Ja. Heeft hij nog iets aan u verteld over wie het lek is? Nee. Het zou kunnen. Jongens, leuk. Ik heb ook zo'n ding gegooid. En Vincent en ik die liepen over het plein en toen zagen we ineens een soort verregend mens. Zij sprak ons aan en wij haar niet, want ik herkende haar echt niet. De populariteit van het vlog is enorm omhoog gegaan dankzij u. Ja. Jongens. Door dat Cenk Cenk. Toen kwam Cenk Willeke met tji tji tji. Willink. Ik heb keihard in mijn eentje gewoon keihard zitten lachen, want zo geestig. Ja, dat begon iedereen te zingen. Dus zei ik, Sander, laten we dat maar eens even opnemen. En wat er toen allemaal gebeurde, nou, ga er lekker voor zitten hoor. Ik heb bij Jan de Hoedeman vanochtend op de pier. We're singing in the rain. Het regende. Oh, en hebben we ook nog even, ik ging tapdansen. Ook dat hebben we ooit nog gedaan. Nou, ik heb een paar van die passen gemaakt, maar ja. Ja, ik vind wel dat u er echt goed uitziet voor een visser. Ik denk dat de vissen u niet hebben zien aankomen. Nee, we hebben niks gevangen. Niks gevangen, echt niet. Bent u ervan overtuigd dat dit het kabinet gaat worden? Ik denk dat dit een goede combinatie kan zijn. Stel dit lukt, wordt het saaier in de Eerste Kamer. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. U weet wel een paar potentiële dissidenten. We gaan het meemaken, jongens. Ik wens hem veel succes, Gerrit. Ik zie nu natuurlijk dat Singing in the Rain aankomen. En dan moet jij even zo langs wandelen. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. The glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Ja, we hebben hem. Voor de mensen die denken, nou, best een goede zangeres. Je kan haar dus ook boeken. Ankie Broekers-Knol, de show. .nl, ankiebroekersknol.nl. Jubileumvlog, 20. Wow. De haag is zo mooi, joh. Was er een lek en toen was er iemand heel erg van streek. Iemand zat heel slecht in de wedstrijd. Gert-Jan Segers, een boze Gert-Jan Segers. Er is geen compromis. Agressief is Gert-Jan Segers. Het is heel schadelijk voor het proces.
Dit helpt niet. Hij was totaal over een bos wortels. Dus in die zin ga ik wel enigszins met een bezwaard gemoed ga ik nu naar binnen. Kom je binnen, ben je heel boos en dan zijn die anderen ook boos. Dan zeg je, ik vind het heel erg. En dan zeggen de anderen, ik vind het ook erg. Ik denk dat die eerst dacht, misschien ben ik wel boos op Pechtold of zo. Daar heb ik al die historie mee. Je kan niet zeggen, jij hebt het gedaan als je geen bewijs hebt. Maar Pechtold was ook hartstikke boos. Het is vervelend als een stuk wat nog niet af is, als daar over gespeculeerd wordt. Het is nooit leuk. Knip eruit. Belangrijke vraag, Vincent. Is het nou weer goed aan tafel? De frustratie over dat lek wel een beetje voorbij? De stemming is goed. Het punt is van je kan niemand de schuld geven. Iedereen vindt het erg. Maar ergens sla je het wel op in je hoofd. Maar ze gaan wel gewoon vrolijk verder. Wie verdenkt u het meest? Nee. Dat is een terechte vraag, meneer Koolmees. Wat verwacht je dan? Ja, wat ben jij eigenlijk stil? Ja. Nooit goed om naar ambtenaren te wijzen. Daar ben ik zin in. Het schip van staat is een van de weinige schepen in de bovenkant. Kijk, hij kan er niet geweest zijn, want er staan geen cijfers in. Stukken zonder cijfers interesseren me. Jullie gaan permanent met dat ding zo ook, hè? Ja, nou, maar eigenlijk alleen op ons werk, hoor. Als we erachter komen die het geweest is, dan zou ik zeggen, we zitten in het Johan de Withuis. Ja. En dan weet je ongeveer wat er met diegene gaat gebeuren. Maar hij is, de hand van het beeld wijst naar de plek waar het gebeurt. Zwaar, zwaar gelinkst. Het is een geschiedenisles van de historicus. Een beetje een kleinere beeld in ieder geval. Het schip van staat is het enige schip dat af en toe aan de bovenkant lekt. Oh, kijk eens. Ja. Kinderen. Ja, kinderachtig hoor. Weet je, zo kinderachtig. We proberen de hele tijd die inhoud te doen en serieus te blijven. En iedere keer de politici die... Hallo. Oh, sorry, we dachten al. Hallo. Even opletten, hè. Wat heb jij in die tas? Zijn daar de gelekte stukken? Dat zijn, zitten er stukken? Ik verkoop ook polissen. Polissen? Ja, lekpolis heb ik ook. Voor waterschade. Kijk eens. Hij probeert ontsnappen. We kunnen even stilstaan bij Sybrand Buma. Ja, we kunnen nu kijken of u inderdaad 200 meter niks kan zeggen. Nou, daar hoef je niet naar te kijken, dat kan ik wel. Deze formatie valt dat wel op, dat u eigenlijk het beste bent in niks zeggen. Ja, terwijl het zo makkelijk is. De pas erin houden, kijken waar de openingen liggen. Ja, en dan dat niet maar vlak voordat de camera's komen linksaf of rechtsaf. Ja, de tactiek is gewoon doorlopen. Kijk, nu Seger is bezig met Wester, dus dan kunt u... Ja, kan ik er mooi langs. Dan kunt u er mooi langs. Ja. Hup, eentje langs. We hebben goed door. Ja, en dan hier snel achter Pechtold natuurlijk. Dan gaat hij dan? Omlopen, ja, buitenom, niet in beeld. En dan is het hem weer gelukt. Ja. Toch de meest onzichtbare man in deze formatie tot nu toe, vind ik. U zegt namelijk de hele tijd binnen. Ja, nou ja. Ja. Ik ga nu naar binnen. Wij praten binnen over het regeerakkoord. Dat doen we binnen. Binnen laat, daarvoor ga ik nu naar binnen. Binnen aan het werk. En dat doe ik binnen. Ja. Gelukkig binnen. Binnen. Zoals u weet, doe ik dat niet buiten. Als je niks doet, gebeurt er niks. Al een keer eerder gezegd, als je niks doet, gebeurt er niks. Nee. Dus je moet erop af, je moet proberen. Ja. En vaak zie je dan dat het... naar jezelf toekomt, hè? Dat het lukt. Hey, leuk dat je kijkt. Er moeten hier ook mensen eten. Bijvoorbeeld wij. Joost soms ook. Maar die ik moest op dieet, anders past ik niet in het pak. Deze week hebben we ergens gegeten, hier op het plein, vlakbij het Binnenhof. Daar hebben ze namelijk... politieke hotdogs. In Den Haag kan je gewoon een hotdog Ruud Lubbers eten. Dat is de classic. We hebben de Frits Bolkestein, is de deluxe. Dan hebben we natuurlijk de Vega, Marianne Thieme en Hans Wiegel. Spicy. Is de spicy ook echt spicy? Dat je echt zegt, wow, dat is echt spicy. Die heet alleen maar spicy. Niet. Ik wil dan wel de Hans Wiegel alsjeblieft. Ik doe de Frits Bolkestein. Kijk, normaal zou ik gaan voor de classic. Ruud Lubbers, gewoon degelijk. Ketchup, mosterd, maar ik trek die zuurkool niet. Nee, de zuurkool is totaal heftig. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, mag je de classic zonder zuurkool? De pulled pork en de barbecue saus, daarvoor ben ik voor Frits gegaan. Maar niet omdat anders krijgen we weer vlogkijkers die hieronder in de comments allemaal gaan zetten. Rechtse gasten die nemen alleen maar VVD hotdogs en laten de Marianne Thieme links liggen. Ik vind het wel leuk dat je kijkt. Echt leuk dat je kijkt. Je zit weer op mijn pak. Ja, maar beter dan in je pak, toch? Smakelijk. Dankjewel. En de bolkestein. Vorige week hebben we opgeroepen om inderdaad te volgen op Instagram hier zo. Dat gaan we nu nog een keer doen. En dat werkte heel erg goed. Ik dacht, misschien krijg ik er dan 200-300 volgers bij. Was iets meer. Nogmaals de oproep. Joost, kan je dus ook volgen? Ja. Ik doe Xander nog even terug. Ik doe je eigen. Hier? Ja, hier. Kan je dus gewoon volgen.
foto's, filmpjes, meer. Dat is eigenlijk een soort mini vlogjes. Een stukje nog... inhoud in je tijdlijn is helemaal niet zo gek. Vanaf de Veluwe, één dagje in Den Haag. En dan zien we komen we onze favoriet tegen. Nou, dankjewel. Ja. Onze favoriet zijn we, ja. We denken nog steeds, dat optimisme is er dan weer terug. Wow. En dan zijn ze misschien voor Prinsjesdag het eens over de inhoud. En dan een paar weken later, kabinet hoort. Maar ik denk dat ze het regeerakkoord sowieso pas na Prinsjesdag bekendmaken. Ja? Dus dan is het, misschien zijn ze net voor Prinsjesdag klaar, maar dan sturen ze het naar het Centraal Planbureau. Ik denk niet dat ze... En dan al presenteren ervoor. Nee. Heb je Gerrit Zalm? Ja. En dan komen de poppetjes. Het is een beetje poppetjes. De endgame, hè? Ik denk dat we het volgende week wel eens even uitgebreider over de poppetjes moeten gaan hebben. Ja, poppetjes. Ja. Het is wel een leuk gezinnetje zou het zijn geweest. Tot volgende week. Leuk dat je keek. Tot volgende leuk dat week. Je keek. Kun je hier nog volgen? Nee, dat, laat Pechtold het nou doen. Dat vindt hij leuk. Daar, abonneren. Ja. Daar. Ja, heel goed. Oké, okay, gasten, we gaan hier rond. Ja. Ik wens jullie veel succes met het vlog, want ik kijk er met plezier naar. Dank u wel. Oké, okay, dat je pak niet nat worden. Nee, nee. Dag. 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 Dag.